Goedenavond en welkom bij het COVID-19-journaal. Zoals eerder vernomen van de minister van Volksgezondheid zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Dat deed de minister vanuit zijn thuisbasis via een Zoom-meeting speciaal voor de pers. We nemen u even mee naar de minister die de mededeling deed. Op dit moment praten we van code rood in Suriname en loop je in de samenleving rond en kom je iemand tegen, moet je ervan uitgaan dat elke persoon potentieel besmet kan zijn of potentiële kansen heeft om jou te besmetten. Dit is de trigger geweest eigenlijk om de maatregelen voor de komende periode aan te scherpen. En helaas, vanmorgen zijn dus het berichten van ons de deur uit te gaan. Dat heeft collega Ramdien al aangegeven dat er een onderzoek naar komt. Het maakt voor mij het een beetje makkelijker omdat de maatregelen nu al bekend zijn, zelfs al gepubliceerd zijn op nieuwsites. Geen probleem. We hebben als boodschap aan de samenleving het volgende, dat in principe vanaf vandaag de maatregelen aangescherpt moeten worden. En de aanscherping in de weekdagen zal voornamelijk gefocust zijn op de handhaving. De politie en het leger, maar ook alle inspecterende organen worden in verhoogde stelling gebracht. We gaan veel serieuzer om met het vraagstuk van overtreding. We hebben het uitgaansverbod voor de weekdagen niet aangepast. Die blijft gehandhaafd van 7 tot 5 uur. We hebben dan verder, zoals aangekondigd al zaterdag, zou er een lockdown op komst zijn. En waarom een lockdown? Omdat we hebben gezien dat een lockdown bij de afgelopen golf wel genoemd kan worden als een van de interventies die gedaan is vanuit de regering om het reproductiviteitsgetal omlaag te doen brengen. Uiteraard andere maatregelen dragen ook bij. Natuurlijk, handhaving zal enorm ook moeten bijdragen aan, zal ook een bijdrage moeten leveren aan het omlaag brengen van het aantal besmettingen. Maar belangrijk is dat de lockdown inderdaad wordt toegepast. En dat zal zijn vooralsnog een weekend, 2 weekend lockdowns achter elkaar. Op vrijdag 29 januari van 7 uur 's avonds tot en met maandag 1 februari om 5 uur 's morgens. En de volgende week van vrijdag 5 februari tot en met maandag 8 februari om 5 uur. En naarmate de tijd nadert, dus naarmate het weekend zal naderen, zult u in een tweede persconferentie de verdere instructies krijgen. En minister Amoxie heeft al een beetje overzicht gegeven. Maar zullen alleen specifieke groepen personen met toestemming op straat mogen. En de winkel- en handelszaken zullen dus ook gesloten zijn. Dat betekent dat u in principe voor het weekend de nodige zaken moet voorbereiden. Wilt u in elk geval voorzien en gegarandeerd zijn van voedsel. De andere maatregelen die blijven gehandhaafd, namelijk de samenscholing van 5 personen, sportactiviteiten waar er een contact is, zijn verboden. En zo zijn de andere maatregelen die zometeen via CDS bekendgemaakt zullen worden. Maar wel een hele belangrijke en belangrijke maatregel die we additioneel hebben genomen zijn zaken zoals het feit dat de komende week overheidskantoren, maar ook het bedrijfsleven gevraagd is om zoveel mogelijk door de week dan open te zijn, namelijk aan die essentiële zaken, essentiële afdelingen van de overheid en het bedrijfsleven. Personeel wordt gemotiveerd en gestimuleerd of aangezet om zoveel mogelijk van huis uit te werken. En vandaar dat u ook deze persconferentie via Zoom ziet. Een hele belangrijke maatregel waartegen, welke eigenlijk is doorgevoerd zaterdag, was dat het is ieder dus verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. En net naar aanleiding van natuurlijk de ontwikkelingen waar we uit statistieken gezien hebben dat besmettingen veelal plaatsgevonden hebben in samenscholingen, bij supermarkten, etc., waar vrienden bij elkaar komen, alcohol nuttigen. En dan gaan die niet opgetreden worden tegen de individuen, maar ook tegen de vergunninghouders. En we hebben het bedrijfsleven al gevraagd om hierbij de medewerking te verlenen, om de informatie door te geven dat zij ook daar aan zulke zaken niet meewerken. Ook mag er per gezin slechts 1 persoon
toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De politie zal de komende dagen ook harder optreden en zullen er meer roadblocks geplaatst worden. Wat gaat er gebeuren de komende tijd? We gaan voor een strakkere handhaving van de COVID-19 maatregelen. Omdat we hebben gemerkt dat de mobiliteit bij de mensen nog heel hoog is. Dus dat moeten we terugbrengen. We gaan ons concentreren op roadblocks, op de verschillende politiebureaus. Voor de verschillende politiebureaus zullen er dus roadblocks worden opgeworpen vanaf 7 uur. Dat we gaan vanaf dat tijdstip al proberen om de rust terug te brengen. Controles op bruggen, dat blijft. Dat was ook al zo. Maar we worden strenger dus op de bruggen ook. We gaan ook roadblocks opwerpen tegen mensen die in de stad de lockdowns proberen te ontwijken. Door voornamelijk naar het binnenland te trekken, naar de vakantieorde. Dus op strategische locaties gaan we dus roadblocks opwerpen om deze mensen te identificeren en ze te beboeten ook. Dat is geweest. Ten aanzien van de samenwerking, de ondersteuning van de verschillende groepen. De politie krijgt nu ondersteuning van het Corps Penitentiaire Ambtenaren. We hebben al de ondersteuning van Defensie, met name de militaire politie ondersteund. De bestuursdienst van ROGB, VAROS, BOG, als ook ambtenaren van Volksgezondheid. We hebben de arbeidsinspectie. En Defensie heb ik dus ook al genoemd. Dus deze groepen worden dus dan ondergebracht in de COVID-19 brigade. U heeft het gehoord. De instanties doen er alles aan om samen met u het virus te bestrijden. Wij moeten ons gewoon netjes houden aan de maatregelen. De algemene en bekende maatregelen blijven nog steeds van kracht. En dat zijn verplicht dragen van een mond- en neusbedekking buiten eigen huis, vooral bij het betreden van ruimten. Handen ontsmetten en niet te vergeten de fysieke afstand. Ook de weekend total lockdown werd aangekondigd. Mensen, doe rustig jouw inkopen en ga vooral niet hamsteren, want het heeft geen zin. Ga ook niet in winkels waar je een enorme drukte tegenkomt. Blijf veilig en doe ook veilig jouw inkopen. De lockdown blijft door de week en wel van maandag tot en met vrijdag nog steeds van kracht. Dat is dus van 7 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Beste mensen, denkt u er ook niet aan om met z'n allen te trekken richting de recreatieoorden, want die zijn allemaal ook gesloten. Tegen personen die in weekenden zich toch naar recreatieoorden willen begeven, zal worden opgetreden. De sancties zullen eveneens gelden voor de vergunninghouders van de recreatieoorden. Het gebruik van alcohol in het openbaar is per zaterdag 23 januari 2021 verboden, als ook het onnodig en zonder reden ophouden in groepsverband voor een winkel is ten strengste verboden. Voor het winkelend publiek geldt ook dat er maar één persoon per gezin tot de winkel of handelszaak zal worden toegestaan. Laten we AUB deze maatregelen naleven, willen wij zo snel als mogelijk terug naar het normale leven. Doen we dat niet, gaan we ons voor de rest van ons leven moeten houden aan maatregelen en zal ook onze zorgsector in gevaar blijven. COVID, COVID. De launch van de COVID-19 vaccinatiecampagne van het ministerie van Volksgezondheid is gisteren maandag 25 januari van start gegaan met het programma Niet zomaar een prikje, Suriname en het vaccin. Infectioloog Stefan Vreden zal elke maandag de gemeenschap informatie verschaffen over de distributie van het COVID-19 vaccin. Kijkers worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan het deskundig team. Het programma wordt iedere maandag om 6 uur uitgezonden via de STVS. Dr. Vreden opende gisteren de eerste aflevering.
Het allereerste is, moeten we misschien iets zeggen over het belang van de vaccinatie. We hebben allemaal een heel moeilijk jaar achter de rug met heel veel problemen omtrent COVID. En met meer dan 100, ik denk inmiddels wel bijna 140 levens te betreuren. En wat wij willen met het vaccin is dat wij uit deze situatie komen en dat wij niet nog meer landgenoten zullen moeten zien gaan, alleen maar vanwege de infectie. Maar ook dat wij een heleboel mensen niet in het ziekenhuis opgenomen zien worden. En uiteindelijk zelfs dat we weer naar een beetje een normale samenleving kunnen gaan. Dus dat is eigenlijk wat je met zo'n vaccin wil. Dr. Frieden, als we kijken naar COVID-vaccinatie in de gehele wereld, is men al bezig met het vaccineren. Heeft u enig idee wanneer Suriname het vaccinatiecampagne kan starten? Nou, dat zal heel geleidelijk aangaan. Suriname doet mee in het COVAX-programma dat vaccins beschikbaar stelt voor landen, met name kleinere populaties. Omdat als je maar een kleine bestelling doet van zulke dingen, dat geldt niet alleen voor vaccins, maar dat geldt voor een heleboel medicijnen, dan sta je achter in de rij. En om te voorkomen dat wij pas vaccins zouden kunnen bestellen als alle landen alle grotere landen al voorzien zijn en ook alle landen met veel geld voorzien zijn, is er een soort van COVAX-initiatief, waarbij daar speelde PAHO een belangrijke rol in en waarbij er door bundeling vaccin beschikbaar wordt gesteld voor kleinere landen. En op basis daarvan is er voor Suriname al voor ongeveer 1500 mensen vaccin beschikbaar en al betaald ook. En wij verwachten dat dat in de eerste helft van februari in Suriname zal zijn. Ja. Natuurlijk zal dit een nationale vaccinatiecampagne worden. En u mag alvast een slogan bedenken voor deze nationale vaccinatiecampagne. En u kunt natuurlijk mooie prijzen winnen. U moet ons natuurlijk blijven volgen en dan gaan we u meer informatie geven over hoe en waar u zo een slogan kunt deponeren. Dr. Friede, er zijn een aantal namen genoemd. Welke beschikbare vaccins zijn er en waarop is Suriname gevallen? Nou, het eerste vaccin dat goedgekeurd is en dat ook een hele hoge beschermingsgraad heeft, dat is het vaccin van Pfizer-BioNTech. Ja. Dat is het eerste, maar inmiddels is er een vaccin goedgekeurd van Moderna. En er is een vaccin van de Oxford University, AstraZeneca, beschikbaar. Dus er zijn eigenlijk nu drie vaccinkandidaten die allemaal aan het produceren zijn om de wereld van vaccins te voorzien. Hoe moet zo'n vaccinatie eigenlijk toegediend worden? Nou, het wordt in de bovenarm toegediend, een injectie. En om een maximale bescherming te krijgen is het nodig dat iedereen die gevaccineerd wordt, twee keer gevaccineerd wordt. Ja. Dus op dag nul, zeg maar, op de eerste dag. En een tweede doos krijg je drie weken later. Dat is bij het Pfizer-BioNTech-vaccin. En voor het Moderna vaccin is dat vier weken later. Dus dat is het verschil. Goedenavond. Goedenavond. U bent live in Niet Zomaar een Prikje, Suriname en het vaccin. U mag uw vraag stellen aan dokter Friede. Ik wil vragen hoe het zit met mensen die al medicijnen gebruiken, als het samen gaat met het prikje. Is dat uw vraag? Jawel. Oké, dokter Friede zal... Ik ben bloeddrukpatiënt en ik gebruik verschillende tabletten. Oké, dank u voor uw vraag. U krijgt het antwoord van dokter Friede. Dokter Friede. Nou, ik denk dat het altijd goed is dat je zulke vragen, die moet je aan je huisarts stellen. Ja. Wij zullen ervoor zorgen dat de huisartsen goed geïnformeerd zijn. Dit is een vrij algemene vraag. Bloeddrukmedicijnen, die hebben geen enkele invloed op je immuunsysteem. Dus in dit geval is het makkelijk te zeggen van ja, dat kan. Maar ik zou in het algemeen adviseren aan mensen om over hun eigen situatie, als ze ergens onder behandeling zijn, met de huisdokter of met een specialist die is behandeld,
af te spreken of te overleggen van kan ik dit vaccin wel nemen of niet? Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende medicijnen die mensen gebruiken. Er zijn heel verschillende condities die mensen hebben. En het is altijd belangrijk om met de behandelende arts, zij huisartsen, zij specialist, even af te stemmen van is dat voor mij veilig? En wij zorgen ervoor dat die informatie bij de artsen aanwezig is. Ik heb een vraag voor dokter Vrede. Jaarlijks neem ik dus mijn antigriep prikje. En maart aanstaande moet ik weer geprikt worden. Hoe zit het daarmee? Dank u wel, dokter Vrede. Ja, ik denk dat dat gewoon door kan gaan. Dit is een geheel ander virus. Dat griepprikje heeft vooral te maken met de influenzavirussen. Ja. En die bijten elkaar niet. Dus dat kan zonder meer ook doorgaan. En te zijner tijd, ik denk niet dat u al in maart aan het COVID-vaccin zal kunnen komen. Maar het griepprik die zou ik gewoon nemen de komende maand. Goed, we hebben nog een beller. We gaan gelijk naar deze. Goedenavond, u bent in de studio. Ja, goedenavond. Ik heb een vraag voor dokter Vrede. Ik ben 65 jaar. Waar moet ik me aanmelden om een prikje te krijgen? Dank u wel, dokter Vrede. Een vraag die velen stellen is, hoe gaat het proces? Nou, kijk, er is van het ministerie uit een soort van vaccinatiecommissie ingesteld. Ja. En die moet de logistiek organiseren. En het is de bedoeling dat de burgers eigenlijk gevaccineerd worden in volgorde van risico. Dan wel in volgorde van belangrijkheid dat ze snel beschermd zijn. Ja. Zoals het ministerie al heeft aangegeven. De eerste groep, dat betreft mensen die in de eerste lijn werken, dus de zogenaamde frontliners. Omdat je wil dat die mensen zo snel mogelijk beschermd worden, zodat ze veilig door kunnen gaan met het behandelen van de patiënten in ziekenhuizen. Dus dat is de eerste groep. En daarna gaat men vaccinaties geven aan mensen die het grootste risico hebben om complicaties te krijgen van COVID. En dat zijn vooral de oudere mensen met comorbiditeiten, zoals we dat noemen, met aanvullende ziekten. En daarna volgen de 65-plussers, waar deze meneer toe behoort. En geleidelijk aan worden er steeds meer categorieën gevaccineerd. Het is zonder meer zo dat er via de media zal bekendgemaakt worden waar mensen zich aan moeten melden als het zover is. Dat, ja. Dus dat ik zou zeggen, volg de media en u zal dat ongetwijfeld horen. Dat was het weer voor het COVID-19-journaal. Van hieruit nogmaals een dringend beroep op u. Gaat u niet naar drukke plekken. Hou je aan de maatregelen. Denk aan onze gezondheidswerkers die het nu vreselijk moeilijk hebben. Maar ook aan de reguliere zorg die nu in gevaar dreigt te komen vanwege de vele besmettingen. Als we ons allen houden aan de regels, komen we er zo weer uit. Be safe en we zien elkaar morgen weer bij een nieuwe editie. Tot dan!